We zagen bij veel clubs die wij tegenkomen op de Europese scene dat die allemaal een e-sporter hebben. En zijn we naar onder meer Ajax gegaan. Zij hebben ons heel dat project uitgelegd, hoe zij daarmee omgaan. En wij hebben onmiddellijk beslist om dat ook te doen. Dus om een e-sporter te vinden, ambassadeur voor Anderlecht, die op al die gamingtoernooien Anderlecht zal vertegenwoordigen. Vandaag werd een dag georganiseerd waarbij de 16 finalisten even werden getest, zowel fysiek, mentaal, kijken of hoe je het met de media doet, om ze even aan de tand te voelen wie er allemaal past bij een Anderlecht. Dit is de tussenstap van een heel proces. We willen echt iemand hebben, een e-sporter die de club op waardige manier, op de juiste manier vertegenwoordigt. Dus vandaag hebben wij al onze diensten op die jongens losgelaten om hen training te geven, te omkaderen, zoals dat wij jonge voetballers en de spelers van de eerste ploeg omkaderen. Dus we beschouwen die gamer echt als iemand, als één van de spelers van Anderlecht, de 12e speler van Anderlecht eigenlijk. Ik speel nu ongeveer toch 2 uur per dag, maar in het weekend is dat dan weer wat meer, dan kan het toch wel heel rap naar 4-5 uur per dag in het weekend. Le jour du fan day d'Anderlecht, c'est le 3 juillet, je pense. Il y a encore un tournoi à faire entre nous 16. Et je pense que c'est à ce moment-là que se décidera Anderlecht aura fait son choix. Dus ja, nu zijn alle ogen gericht op die vandaag, op dat groot toernooi. We hopen dat de supporters ook gaan komen kijken. En dat zal zelf hun lievelingsspeler kunnen herkennen. Maar die dag wordt een erg, erg belangrijke dag voor degene die het zal worden of niet. Si je dois choisir entre être l'ambassadeur d'Anderlecht ou souhaiter qu'Anderlecht soit champion, pour moi c'est un choix très difficile. J'aurais aimé les deux. Maintenant, si je dois choisir entre les deux, Anderlecht c'est mon coup de cœur. Donc c'est mon club de cœur, je vais dire. Donc je crois, je dirais une 35e fois, ce serait bien pour Anderlecht. 35e fois, comme ça j'assisterai au titre.